Hey, hallo. Welkom op deze Facebook Live, onze wekelijkse afspraak op vrijdagmiddag. Leuk dat je erbij kan zijn. Hopelijk heb je al een productieve voormiddag achter de rug. En als dat niet zo is, dan hoop ik jullie te inspireren om met energie het weekend in te gaan. Ik ben Severine van de Voorde. Ik ben loopbaancoach bij Passion for Work en daarnaast voltijds werkzaam in mijn eigen praktijk als klinisch psycholoog en stress- en burn-out coach. Het thema van deze Facebook Live is: hoe ga ik van ik moet werken naar ik wil werken? Hoe ga ik dus met andere woorden meer goesting, meer zin krijgen om aan het werk te zijn, om mijn job te doen? En een interessante vraag daarbij is: waarom doen wij eigenlijk de dingen die wij doen? Waarom gaan wij werken? Waarom sporten wij? Waarom dragen wij zorg voor elkaar en voor onszelf? En het antwoord is: omdat we daarvoor gemotiveerd zijn. Als wij onze doelen willen bereiken, dan is motivatie nodig om acties te ondernemen. En de beweegredenen of de motieven voor die acties, die kunnen heel uiteenlopend zijn. En dat is waar ik het vandaag met jullie wil over hebben. Wat gaan we doen? We gaan ten eerste kijken welke vormen van motivatie bestaan er. Welke vorm beschermt ons dan het best tegen stress en onwelzijn? En uiteraard, hoe kunnen we die beschermende vorm van motivatie dan gaan vergroten, zodat we met meer goesting, meer zin kunnen gaan werken? En de meeste van jullie kennen wellicht het klassieke onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Waarbij dat intrinsieke motivatie betekent dat we de dingen doen omdat we ze graag doen. We beleven er plezier aan, het interesseert ons, we zijn erdoor gepassioneerd, we genieten ervan. De beloning zit dus in het doen van de activiteit zelf. Intrinsieke motivatie, hè? De beloning zit niet in iets extern, maar in het doen van de activiteit zelf. We gaan bijvoorbeeld dansen omdat we daar vrolijk van worden. We gaan wandelen omdat we daarvan tot rust komen. Extrinsieke motivatie is dan wanneer we de dingen doen niet omdat we ze leuk vinden, omdat ze uit zichzelf belonend zijn, maar wel omwille van een andere reden. En mogelijke redenen gaan we straks nog zien. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je een bepaalde job doet enkel en alleen omdat je ervoor een bedrijfswagen krijgt. Oké, dat was het onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek. Klassiek, een gekend voorbeeld. Maar de recente benadering van motivatie die maakt een ander onderscheid. Een onderscheid dat relevanter is in het kader van stress, energie en welbevinden. En dat onderscheid is het onderscheid tussen gecontroleerde motivatie en autonome motivatie. Gecontroleerde motivatie wordt ook wel gedwongen motivatie genoemd, moedmotivatie of motivatie. En dat betekent dat we de dingen doen omdat we het moeten. Het wordt van ons verwacht, het wordt ons opgelegd. We hebben eigenlijk geen gevoel van vrijheid. Er is een vorm van dwang. Je gaat bijvoorbeeld werken omdat het moet van je partner. Je stopt met roken omdat het moet van de huisarts. Een kind ruimt zijn kamer op omdat het moet van de mama. Daartegenover staat autonome motivatie of vrijwillige motivatie. Wordt ook wel wilmotivatie genoemd. We doen de dingen dan die we doen, omdat we ze zelf willen doen. We gaan bijvoorbeeld werken omdat we de taken leuk vinden. We stoppen met roken omdat we het belangrijk vinden om gezond te gaan leven. Of een kind ruimt zijn kamer op omdat het daardoor zijn spullen gemakkelijker terugvindt. Wanneer ben je nu gedwongen gemotiveerd? Dus gedwongen of gecontroleerd gemotiveerd, motivatie. Wat zijn de onderliggende beweegredenen? Waarom gaan we de dingen doen wanneer we gecontroleerd gemotiveerd zijn? Ten eerste om straf te vermijden. Bijvoorbeeld, je gaat bepaalde taken in je job gaan doen omdat je niet ontslagen wilt worden. Of je voert bepaalde instructies uit omdat je negatieve feedback wil vermijden. Ten tweede, omdat je er een beloning voor krijgt, een externe beloning. Zoals je gaat een bepaalde job gaan uitvoeren omwille van de bedrijfswagen, het goede loon,
de macht, het prestige, de titel die erbij komt. Ten derde, vanuit interne dwang. Je doet het dan niet voor iets extern, maar wel omdat je het jezelf oplegt. Bijvoorbeeld, je gaat bepaalde jobs gaan doen omwille van schuldgevoel of omwille van schaamtegevoel of omwille van angst om bijvoorbeeld geen nieuwe job te kunnen vinden of om afgewezen te worden. Dus interne dwang. Autonome motivatie is iets anders. Autonome motivatie, dat is wel motivatie, dan gaan we de dingen gaan doen omdat we zij vrijwillig willen. Bij gecontroleerde motivatie wordt het ons opgelegd. We hebben een gevoel van onvrijheid, we doen het om straf te vermijden, om een beloning te krijgen of vanuit interne dwang omdat we niet anders kunnen vanuit bepaalde gevoelens. Gecontroleerde motivatie, dus gaan werken omdat we moeten, van onszelf of van iemand anders, of omdat we er iets voor in de plaats krijgen, dat is tijdelijk wel motiverend, maar op langere termijn heeft dat heel nadelige gevolgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die gaan werken omdat ze moeten, die dus gecontroleerd gemotiveerd zijn, dat die minder energie hebben, minder productief zijn, minder betrokken zijn bij de organisatie, dat ze meer stressklachten ervaren, vaker afwezig zijn van het werk en ook meer risico lopen op een burn-out. Wilmotivatie of vrijwillige motivatie daarentegen, die beschermt ons tegen al die negatieve gevolgen. Mensen die gaan werken omdat ze het willen, vanuit een vrijwillig gevoel van overtuiging, die hebben veel meer energie en blijven ook langer aan het werk in hun carrière. Wat is dat dan, die wilmotivatie, die autonome vrijwillige motivatie? Wat zijn de onderliggende beweegredenen wanneer we op die manier gemotiveerd zijn om te werken? Ten eerste natuurlijk de intrinsieke motivatie. De dingen die wij graag doen, waar wij plezier aan beleven, die willen wij ook gewoon doen natuurlijk. Dus het is super belangrijk om inzicht te krijgen in welke activiteiten, welke taken je heel graag doet, waar je plezier aan beleeft, zodat je ervoor kan zorgen dat die activiteiten, die taken, uiteraard meer aanwezig zijn in je job, in je takenpakket. Maar daarnaast kan je ook autonoom gemotiveerd zijn voor dingen die je eigenlijk niet zo leuk vindt, maar die je wel belangrijk vindt, die je zinvol vindt, omdat het bij je waarden past. Je bent dan niet intrinsiek gemotiveerd en de beloning zit niet in het doen van de activiteit zelf, maar je vindt de activiteit waardevol, zinvol, belangrijk, omdat het aansluit bij je waarden. Je hebt dan nog steeds een gevoel van vrijheid, maar niet omdat je het leuk vindt, je doet het wel omdat je het nuttig vindt. En dat is goed nieuws, hè? Want dat betekent dat we taken die we toch niet zo leuk vinden, dat we daar wel autonoom voor gemotiveerd kunnen zijn. Omdat er heel veel dingen zijn die we nog misschien niet zo leuk vinden, maar die wel interessant zijn. Die wel interessant zijn om te doen. Bijvoorbeeld studeren, stoppen met roken, gezond eten. En wellicht ook bepaalde taken in je job, in je takenpakket, die je minder fijn vindt om te doen. En dat is dus geen probleem. Als je iets niet zo leuk vindt om te doen en je wil er minder tegen opzien, kan je gaan zoeken, wat is dan het nut van die activiteit voor mij? Autonoom of vrijwillig gemotiveerd zijn, wilmotivatie, is dus heel belangrijk voor ons energielevel, voor ons stressbeheer, voor ons welbevinden. Dus we hebben er eigenlijk wel baat bij om te gaan kijken hoe kunnen we die autonome motivatie om te gaan werken dan gaan vergroten. En binnen de Passion for Work methode die wij gebruiken in onze loopbaanbegeleidingen, doen we dat door jouw carrièrekompas op te maken. We gaan enerzijds in kaart brengen welke dingen jij leuk vindt om te doen, waar je echt voldoening van krijgt, waar je dus intrinsiek voor gemotiveerd bent en daardoor dus beter gaat gaan zoeken wat je in je takenpakket kan gaan veranderen, waardoor je meer van die dingen kan gaan doen. Daardoor vergroot je je autonome motivatie voor je job. Langs de andere kant gaan wij ook waarden in kaart gaan brengen, dingen die jij belangrijk vindt. En dat is zinvol, omdat we dan kunnen gaan kijken hoe we taken die je minder leuk vindt,
toch waardevol of zinvol kunnen gaan maken in jouw beleving. Ook op die manier gaan we je autonome motivatie voor je job gaan vergroten. En ik geef graag het voorbeeld van een van mijn cliënten, Luc. En Luc die deed zijn job eigenlijk super graag. Zijn takenpakket paste heel goed bij wat hij nodig had, wat hij leuk vond om te doen. Maar er was iets dat erbij kwam. En dat was dat hij heel vaak moest zitten wachten in zijn wagen. En dat vond hij eigenlijk echt wel tijdverlies. Hij frustreerde zich daar mateloos over. En hij werd er eigenlijk zelfs kwaad voor. En op een gegeven moment werd dat echt een energievreter. Wat wij dan gedaan hebben, is gaan kijken van hoe kunnen we die situatie gaan ombuigen? Hoe kunnen we die situatie voor jou wel nuttig maken? Hoe kan dat in jouw beleving wel waardevol zijn? Zodat we eigenlijk het wachten konden verplaatsen van tijdverlies naar winst. En hij besliste om die wachtmomenten te gaan gebruiken om aan me-time te doen. Om ontspanningsoefeningen te doen op het moment dat hij aan het wachten was. Want op dat moment had hij eigenlijk ontdekt dat zelfzorg voor hem heel belangrijk, heel waardevol was. Langs de andere kant had hij in onze loopbaanbegeleidingen ook ontdekt dat muziek een oude passie van hem was. En hij ging op dat moment dan de wachtmomenten gaan gebruiken om oude cd's te gaan herbeluisteren. En op die manier eigenlijk tegemoet te komen aan zijn herontdekte passie van muziek. Aan de situatie was er niets veranderd. Hè. Er was nog altijd de wachtsituatie. Maar hij zag dat niet meer als tijdverlies, als een reden voor frustratie, maar als een kans om leuke dingen te doen. Om dingen te doen die hij waardevol vond. En op die manier hadden we de situatie kunnen opbuigen van een energievreter naar een energiegever. Goed, dus ontdekken wat je echt leuk vindt, wat je voldoening geeft en wat je goed kan, dat is cruciaal om autonoom gemotiveerd te zijn om te werken. Maar goed nieuws dus, we kunnen ook gaan kijken wat je belangrijk vindt in het leven, wat je waardevol vindt, wat je zinvol vindt, om op die manier anders te gaan kijken naar taken, naar activiteiten die je misschien op zich niet zo leuk vindt. En loopbaanbegeleiding kan je daarbij helpen. Waarom? We gaan al die factoren uitgebreid in kaart gaan brengen en we gaan samen met jou gaan bekijken wat je dan kan veranderen om daar verbetering in te brengen. Om dan meer te gaan inzetten om autonoom gemotiveerd te zijn voor een job of voor werken. En dat hoeft niet per se te betekenen dat je van job moet veranderen. Ik heb zelf ook loopbaanbegeleiding gevolgd en de conclusie was dat ik eigenlijk een job had die heel goed bij mij paste. Maar ik ontdekte ook dat er een aantal factoren waren waar ik kon aan sleutelen om nog meer energie te krijgen en om nog minder energie te verliezen. En de meeste taken in mijn job doe ik eigenlijk super graag, enthousiast, met goesting, met passie, met zin. En ik wou dat dat voor iedereen zo was. Niemand zou mij minder tevreden mogen zijn. Daarom vergroot je autonome motivatie. Je kan echt wel overgaan van ik moet naar ik wil werken. Als je inzicht krijgt in de factoren die voor jou belangrijk zijn en ook het lef krijgt om daar dan iets mee te doen. Dus vraag zeker je gratis kennismakingsgesprek aan met mij of met een van de coaches in jouw buurt door op de link in deze video te klikken. Tijdens dat gesprek kan je vrijblijvend al je vragen stellen waarmee je nog zit en kan je ontdekken wat loopbaanbegeleiding voor jou kan betekenen. Ik wens jou in ieder geval heel veel werkplezier toe. Ik vond het fijn dat je erbij was en ik zie je graag snel terug. Dag!